We staan hier langs Dimitri Vegas en Like Mike. Ze gaan zo meteen een set draaien op Tomorrowland. Jongens, wat verwachten jullie ervan? We verwachten het te laten exploderen, weet je, zoals gewoonlijk. Vorig jaar hebben we hier op de kleinste stage van het hele festival gedraaid. Dus nu van het jaar op de main stage, moeten we ons wel even bewijzen. Mm. Maar ik ben er positief over. Ja. Dimitri? Ik ben er een beetje zenuwachtig over, maar ook nog altijd positief. Ja. Want wat is er in het afgelopen jaar zoveel gebeurd dat jullie opeens op de main stage staan? Goh, dat is een goede vraag eigenlijk. Laten we zeggen, het is begonnen vorig jaar met onze remixen dat meer en meer werden opgepikt. Dan hebben we remix gedaan voor Axwell en Swedish House Mafia, Leave the World Behind. Dat een grote hit is geworden. En daarvan zijn nog meer remixen gekomen en meer producties. En onze platen zijn beter beginnen marcheren. En dan heeft ID&T ons voorgesteld ineens om Tomorrowland te staan en ons management te doen. Dus, Ja. Want hoe heb jij het afgelopen jaar ervaren? Wel, het was echt een wervelwind aan evenementen, weet je gewoon. Het is gestart met, we waren, zoals hij zei, productiegewijs vrij sterk bezig. We hebben de keuze gemaakt om samen met ID&T te werken. En vanaf toen is het gewoon ineens geëxplodeerd. Ja. Met hun connecties, onze connecties, alles samen. Ja. En nu zitten we in de States, Miami, Las Vegas, LA, Australië, India. We zijn volgeboekt tot volgend jaar augustus. Dus weet je, het is ongelooflijk, maar ik ga erin op en fuck it, you know. Maar is het ook zo gegaan hoe jullie het hadden willen laten gaan? Ja, zoals hij zegt eigenlijk, het is ongelooflijk. Ik had niet verwacht dat het zo zou gaan. Mm-hmm. Dus eigenlijk in het begin dachten ze van, als ik mijn eerste plaat maak, of mijn eerste remix die een beetje succes heeft, dan ben ik er. En dan heb je die eerste plaat en de eerste remix. En eigenlijk doet dat niks. En dan ben je dan tegen van, eigenlijk is het toch een lange weg te gaan. En dan ineens, voordat je het weet, sta je op de mainstage. Mm-hmm. Ja. Dat is echt raar. Ja. Want jullie vertellen net van, jullie zijn broers. Hoe is die wisselwerking tussen jullie? We zijn alle twee altijd enorm creatief geweest. Ik ben van beeldende kunsten zoals tekenen, schilderen, gegaan naar teksten schrijven, hip-hop albums. Ik heb 3 hip-hop albums gemaakt die bijna net gereleased waren, maar er was geen markt voor in België, te klein land, weet je. Hij is altijd met muziek bezig geweest, dan meer het DJ gebeuren, altijd elektronische muziek. Zijn we eigenlijk samen, hij zat in Ibiza, ben ik naar daar verhuisd op mijn 15e. Yeah. Beetje slechte jeugd gehad in België, weet je. Dan daar zo in contact gekomen met al de fucking leukste feestjes, Eric Murillo, weet je, en daar is het gewoon van gestart en dan zijn we eigenlijk nog enkele jaren zo daar geweest en zijn we teruggekomen, de keuze gemaakt, we gaan house music doen, weet je, en daar is het gestart, 3 jaar later, ik ben echt dagelijks 24/7 in de studio gezeten, weet je, en nu, hier zijn we dan. En hoe ziet deze zomer eruit voor jullie? Ja, volgende week vliegen we naar Zweden om met Sebastian Ingrosso zijn Ingrosso & Friends te doen. Mm-hmm. En dan denk ik een beetje later is het Mysteryland in Nederland. En dan beginnen we aan onze USA-tour. Mm-hmm. Dan denk ik dat we een weekje terug zijn. Dan begint onze Australische tour van een week of 3. Dan gaan we door naar Azië, Indië en dan Brazilië. Ja, fully booked dus. Canada zit er ook nog ergens tussen. Ja, weet je. Hopelijk gaan we niet veel sneeuw zien deze winter. Nee. Dus, goed, dankjewel jongens. Super.